Dag lieve kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van Urbex Explore. We zijn vandaag in Maaseik in België, bij een verlaten ziekenhuis. We gaan kijken of we een opening kunnen vinden en nemen jullie mee naar binnen. We hebben vandaag Ponius te gast, die gaat met ons een dagje mee. We gaan jullie meenemen, we hopen dat we een doorgang vinden en dan gaan we kijken wat we aantreffen. Dan gaan we weer naar huis. Ja, is goed. Ja, we moeten gewoon een doorgang vinden. En ja, hopelijk vinden we hier dus wel in. Dus ja, het is smal. Of dat we daar ook echt naar binnen kunnen. Oh, daar staat een raam open. Het zou kunnen, maar we kunnen beter nog even keer. We lopen meestal altijd een rondje. Ja. En dan kijken of dat we gewoon een makkelijkere doorgang vinden. Oké. Okay. Ik zie allemaal kapotte ramen. Is dat wel gevaarlijk? Ja, dat is altijd mijn best. Heel veel support. Oké. Helaas. En nu? Kunnen we nog een keer de andere kant inlopen? Het is al dichtgetimmerd en deze moet er nog dichtgetimmerd worden. Ja. Zo, er komt een koude lucht uit het gebouw. Het is te koud. Nou, kom, we gaan naar binnen. Oké. We gaan naar binnen. Oké, we zijn er. Plan. We gaan gewoon lopen en een beetje kijken, denk ik. Hè? Ja, denk en vertel er wat over ook. Ik denk dat we jou beter even nou kunnen volgen dan. Ja, ik weet wel wat hier is geweest. Ja. Hier hebben ze een escape room ingebouwd. Oh, echt? Ja. Oké. Grappig. Oké. Is dat lang geleden dat ze hier hebben gehad? Nee, in 2020. Vanaf nut. En waar moeten we nu heen? We gaan gewoon kijken, een beetje rondlopen. Want dit is echt het urbexen dus, hè? Je komt binnen. Urbexen. Ja, en dan ga je gewoon... We lopen gewoon rond. We lopen gewoon rond, een beetje kijken. Zo, de rijden er allemaal gewoon nog, joh. Het lijkt wel een soort tandartspraktijk of zo. Ik weet ook niet wat dit moet voorstellen, inderdaad. Ongelooflijk. Even kijken. Dingetje. Moet ik even een shotje gaan maken? Ja. Kijk, hier heb ik ook weer dezelfde dingen. Stevige apparatuur. Maar dat is dezelfde apparatuur. Boot roken. Warm kruis. Ja, zo is het. Ik was nog veel beter in staat natuurlijk, maar... Ja, want is het een beetje vernield door andere mensen of zo? Ja, andere urbexers. Van wel hun urbexers dan niet. Nee, ze zullen misschien geen urbexers hebben, misschien meer... Dit is ook beter in de stad, dus je hoort echt ook niet op veel te doen. Precies, en die vervelen zich niet meer een beetje boel te lopen. Hey, hier een enge pop. Hoi, Jack, wat sta je allemaal verder van? Ben je er al? Oh, dat is wel leuk, shit. Ik zie je. Nou, dit is mijn dochter. Drie minuten pas. Ja, aan het einde van deze gang is het mortuarium. Ga maar door gewoon, oké? Ja. Ramon, hier aan het einde. Ja. Dat is niks. Nee, dan. Gaan we het echte werk in. De donkere gang heen. Ja, dan het zijn. Als, ja, zoals Ramon zei, hier is het mortuarium. Het einde van de gang. Het mortuarium? Het mortuarium, ja. Waar moeten we heen? Gaan kijken.
En die hebben we gewoon naar vier denk ik doorgegaan. Kijk, ze mochten waar in nog, man. Ja, dat hele ding. Is dat babytjes? Ja, dat is een couveuse, dat is een ding. Dat is nog wel allemaal thuis. Toch? Als je een kind krijgt. Ja, zeker. Heb je dat wel eens dat je dan iets tegenkomt dat je denkt van, nou, handig is, die nemen we mee? Ja, zeker. Heel veel ook dure dingen waar je gewoon, maar ja, sommige mensen nemen mee, ja, wij laten liggen. Ja? Ja, ja, zeker. Omdat, ja, ook gewoon met ons kanaal, we willen dat ook gewoon niet, we willen het gewoon echt urbex houden, snap je? Ja. Als je alles gaat meenemen, dan hoor je tot de categorie waar hier alles loopt en zo, snap je? Ja, dus houden het echt bij kijken? Ja, echt bij kijken en gewoon video's maken en dat doen we het voor. Oké. Okay. Dus, we houden het wel netjes. Ja, heel goed. Als je hier naar naakt loopt, dan is het zo. Dit mond laat niet. Dit, hè? Ja, aan je naakt. Wat? Oeh, ik heb hier echt... Wat krijg je? Rare gevoelens van deze plek. Ja. Is, want dit is het mortuarium, hier hebben alle dode mensen gelegen, zeg maar. Die hebben hier gelegen, ja. Ja. Oeh. Een hele tijd terug. Maar hoop dat het vandaag niet is. Ik ga even lopen. Ik hoef niet elk kamertje te hebben. Nee, nee. Ramon, de operatiekamer. Ja, dan wordt hier die grote trap op en dan naar boven. Dan gaan we daar naartoe. Dat is wel leuk om te filmen. Ja. Nou. Stop. Er was wel van de gebouw. Nog heel veel mensen over. Ja. Ja, ik zag het wel. Mooi om te doen. De dag dat we daar kwamen stond het beneden best vol met spullen. Ja. En toen we wakker werden de volgende ochtend, toen was het een groot deel leeggehaald. Ja. Dus terwijl wij sliepen is het daar leeggehaald. Ja. Ja, het is gewoon, dat maak je mee. Ja. Ja. Dat kunnen normale mensen zijn, dat kunnen zwervers zijn. Ja. Maar grotendeels was alles weg. Ja, maar jullie filmen dit ook allemaal, hè? Want het is voor jullie YouTube-kanaal. Ja, dat klopt. Ja. En dat gaat over al jullie ontdekkingen die jullie doen. Ja, over wat we aantreffen op de locatie. Kijk, zo, ja, nou, het is een hele grote locatie. Ja, verder is er niet heel veel te zien. Alleen, ja, we maken een shot van wat we zien, waar we iets van kunnen maken. En dat vind ik kijkers leuk. Nou ja, ik snap het wel. Ja. Hier is misschien niet zoveel te zien in dit ziekenhuis. Ik denk, dit is toch wel, je staat nog iets. We zijn de operatiekamers geweest. Of ja, hier in ieder geval. Er staat nog wat apparatuur. Hier stond toen die bellen. Echt? Ja, die operatie ben je wel. Oh ja, ja, de operatiekamers geweest. Er is wel iets meer te zien dan nog, hè? Ja. Nou, we zijn hier aangekomen in de operatiekamer.
Zoals je ziet, we zullen dan bed hebben gestaan. Het is nu helaas leeg. We kunnen verder niet veel laten zien. We gaan nog even kijken of we iets leukers aantreffen om te kunnen laten zien. Maar ja, zoals je ziet, hier zullen de operaties uitgevoerd zijn. En ja, we gaan kijken wat we nog meer vinden.